Welkom bij Topsport Leiden TV. Deze week hebben we aandacht voor basketbal en waterpolo. We beginnen bij de dames van ZVL Tettero, want zij speelden de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. ZVL Tettero speelde uit tegen het Ravijn. Bij winst of gelijkspel zou ZVL verzekerd zijn van de koppositie. Het eerste kwart ging keurig gelijk op. Rosanne Voorveld opende de score namens ZVL. Maar daarna werd er om en om gescoord met 4-4 als resultaat bij de eerste korte pauze. In het tweede deel was de Leidse ploeg beter en twee treffers van Yveske van Belkum zorgden ervoor dat ZVL Tettero met een positief gevoel naar de kleedkamer kon. Het stond 5-7. Die voorsprong bleef na rust lang op het scorebord staan, maar in de laatste 2,5 minuut van het derde kwart schoot het Ravijn 3 keer raak. En daardoor waren de rollen ineens omgedraaid met 8-7. In het vierde kwart kwam ZVL weer terug. Ze liepen zelfs uit naar 8-10, maar het Ravijn liet het er niet bij zitten. Ze kwamen terug tot 9-10 en met nog 1 seconde op de klok sleepte de thuisploeg er een gelijkspel uit. Maar dat gelijkspel was voor ZVL wel genoeg om de eerste plaats in de reguliere competitie veilig te stellen. De ploeg plaatst zich daardoor als enige rechtstreeks voor de halve finales van de play-offs. De nummers 2 tot en met 7 spelen om de overige 3 plekken. De halve finales worden gespeeld in het weekend van 13, 14 en 15 april. ZVL Tettero ontmoet daarin de winnaar van het Ravijn tegen UZSC. En dan de mannen van de zeilzwemsport. Zaterdag werd zonder al te veel problemen gewonnen bij de nog puntloze hekkensluiter Brandenburg. In Bilthoven werd het 11-18. En de zeil heeft nog 5 wedstrijden om een definitieve plek in de play-offs vast te stellen. Daarvan zijn de komende 3 in eigen bad, waarna de ploeg nog uit moet tegen 2 laagvliegers. Die 5e plaats is dus zeker haalbaar, maar als er bijvoorbeeld donderdag wordt gewonnen van AZC Alphen, is er wellicht nog meer mogelijk. En dan gaan we verder met basketbal. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal speelde zaterdag tegen Apollo Amsterdam. Die wedstrijd werd met 79-100 gewonnen. Door de week werd ook een wedstrijd gespeeld in de 5 meihal. Toen kwam Forward Lease Rotterdam op bezoek. En van die wedstrijd hebben we een samenvatting. Forward Lease Rotterdam op bezoek in de 5 meihal. Begin januari nog een spannende partij die Leiden toen daar in Rotterdam verrassend verloor. Via het bord Mohamed Karazi. Leiden verloor toen met 77-76, terwijl het 30 seconden voor tijd toen daar nog voor stond. Het beloofde dus een interessante wedstrijd te worden in een buitengewoon matig gevulde 5 mei al. Misschien krap 1000 bezoekers. En hier Clayton Vetti. Hij begint steeds beter te draaien. Dat is fijn met het oog op de belangrijke wedstrijden en misschien wel die bekerfinale van komende zondag 25 maart. Carrington Love die de bal opbrengt. Weer hier die Clayton Vetti. En zo ziet u dat Leiden gewoon blijft aanhaken. Nog steeds spannend is in het eerste kwart van de wedstrijd. Rotterdam tegen Leiden. Een spannende partij dus. De nummer 3 tegen de nummer 5. Een 3-puntspoging die raak ging. En deze Amerikaan met hele dunne beentjes is een goede Amerikaan met een fantastisch schot. Leiden nog altijd dus in het kielzog van Rotterdam met hier een steal. En dan komt, zou je denken, Leiden op voorsprong, maar dat gebeurt niet. Kanda, de moeilijk te bespelen man, de guard van Rotterdam, moeilijk te bespelen in Rotterdam. En die bal gaat er dan net niet in. Nog altijd achterstand voor Leiden tegen Forward Lease. En je zou verwachten, misschien komt Leiden dan toch een keertje los. Dan begint het met een 3-punter van Jesse voor. Leiden bleef geconcentreerd spelen. Vond het zelfs attractief. Goede passes. En de Amerikanen verzuimden dit keer niet. Clayton Vetti opnieuw voorsprong dus voor Leiden. Werd hij te jong met een fake. Alleen naar de basket. Easy layup. En een score. En dan begint Leiden dankzij onder meer dit drietje heel langzaam iets weg te lopen van Forward Lease Rotterdam. Verschil is 7. En met deze steal en idem lay-up van Carrington Love is het verschil al 10. En hier met Alexandru Ola wordt het verschil meer dan 10 punten. Leiden in zijn element moet veel wedstrijden spelen op dit ogenblik. Hier weer een score van Ola en het zou ook zijn wedstrijd worden. Sergio Darandami, zoals gezegd, krijgt meer minuten en komt ook steeds beter in zijn spel. Mooi hoekshotje van Ola en het verschil loopt op tot 15. En ook dit kan die. Zijn vriendin zat op de tribune. Het verschil naar 37 punten. En dan hier dit. Kijk eens eventjes. Hoppa! Een schitterende dunk. En omdat hij zo mooi is, even in herhaling. Daar balverlies. Marijn Ververs pakt die bal op. Kanda moet verdedigen. Paas gaat naar buiten. Naar Jesse Vorn. Daar komt
Alexandru Ola en bam! Een heerlijke dunk. Man was absoluut in zijn element. En hier weer een hoekshotje van hem. Het verschil gaat naar 20. Dus helemaal niet meer zo spannend als in begin januari. Nee, Leiden stelt gewoon orde op zaken. En hakt eigenlijk Rotterdam in mootjes. Mooi spel dus. Waarbij de hele bank ook aan het spelen toe zou geraken. Dit is een mooie van Marijn Ververs. En die het verschil weer naar 20 tilt. Zoals gezegd, Leiden zou Rotterdam in mootjes hakken. Daar een 3-puntspoging en een score van Floris Versteeg. Scoren met een bonus voor Worthy de Jong. En dit kan hij als geen ander hoor. Prachtig, zo via dat bord. Kijk nog even naar die scheidsrechter. Krijg ik geen fout mee. Clayton Vetti, ook hij op dreef. Maar eerlijk is eerlijk, de man van de wedstrijd... afgelopen donderdag was natuurlijk Ola. Alexandru Ola was de man die gewoon alles deed. En ook gevonden werd door de guards die langzamerhand in het spel kwamen. En hem ook zagen staan voor de verschillende puntjes. 24 punten zou Alexandru Ola gaan scoren. Dit is een mooie score van Rob Krommerdam, de lange man. Het verschil is bijna 30, zoals u ziet. Jesse Vorn met een bekende 3-puntspoging van hem en ook die is raak. Hij kan nog steeds hoor met de tip in hier van de guard. Dan zien we hier Carrington Love. 2-puntspoging en raak. Zoals gezegd, Leiden ruim voor. 30 punten voor. En dan is het spel om gewoon die voorsprong te kunnen behouden. Je spelletje te blijven spelen. Mooie 3-puntspogingen te maken. En het gewoon naar een goed einde te trekken. En geen onnodig verlies te leiden. Deze Amerikanen hebben we eerder gezien. En dat hij kan schieten, dat is wel helder. Carrington Love. Opnieuw met een drietje. Mohamed Karazi brengt die bal op. Dom balverlies. En Kanda gaat ermee door. Het is natuurlijk gewoon heel eenvoudig. Marijn Ververs. Rens Butter met een goede score. Kreeg minuten, dat kan ook bij zo'n stand. En hij pakte ze ook. Intelligente guard. Liet dat goed zien in de minuten die hij kreeg. Waar we zo nog een paar beelden aan u voor zullen voorschotelen. En hier weer die 11 in de buzzer beater. En kijk eens wat een mooie score. Dat was dan op het einde van het derde kwart. Sergio de Randami. Butter erbij. En een goede score. Mooie stiel van Rens Butter. Het verschil is ietsie-pietsie meer dan 30. Deze man die hebben we al een paar keer eerder gezien. En zoals gezegd, hele smalle benen, maar kan wel schieten en scoren. En dit is zoals het gespeeld moet worden. Pick and roll, gewoon de guard zien. Zien waar Alexander Ola stond. En dan gewoon scoren. Hier opnieuw, Ola wordt gevonden. Hele eenvoudige score. Goeie paas dus wederom van Butter. Daar weer, Alexandru. Alex Olu. Zoals gezegd, hij zou tot 24 punten komen. Dubbel-dubbel en ook nog 3 assists. Hier was hij net te laat met het blok. Rens Butter opnieuw naar Marijn Ververs. Marijn Ververs met een tweetje, foutje. Dat betekent scoren en een bonus. Zoals gezegd, het kan op soms verkeren. In januari had Leiden dus heel veel problemen met Rotterdam. Maar hier niet. Hier weer die paas. Weer keurig gegeven op Ola door Butter. En hier, dit kan die ook. Mooi hoofdschuddend. De stand is inmiddels 93 tegen 65. En met de 2 punten is het van Versteeg. Wordt het 95. En dus is de vraag, gaat Leiden over de 100 komen? Gaat Leiden Honout, Okko Honout, die ook minuten kreeg. Dan is het in één keer 98. Dus die 100 met nog 1.15 op de klok. Ja hoor, die zou ongetwijfeld gehaald moeten kunnen gaan worden. Wie is het dan die hem maakt? Oh nou dan, jazeker. Hij gaat naar de basket en hij brengt de score op 100 tegen 71. Eenvoudige overwinning voor Leiden, maar komende zondag wacht de bekerfinale. Ja, een goede overwinning dus van Zorg en Zekerheid Leiden basketbal. En zoals gezegd werd ook zaterdag de wedstrijd tegen Apollo Amsterdam overtuigend gewonnen met 79 tegen 100. ZZ Leiden staat nu tweede. En dan zondag, dan staat de bekerfinale tegen Donar in Groningen op het programma. De wedstrijd begint om 14:00 en is via diverse kanalen live te volgen. En tot zover deze aflevering van Topsport Leiden TV. Volgende week zijn we er weer en dan uiteraard met een uitgebreide samenvatting van de bekerwedstrijd van Zorg en Zekerheid Leiden basketbal tegen Donar uit Groningen. We'll be right back.